En de winnaar is... Ik ga het maar gewoon roepen. Dini van den Heerdweg. Donderdagmiddag werd op een rondvaartboot op de Maas de winnaar bekendgemaakt van de serie Oude Meesters. Die het ED, BD en BN de Stem afgelopen jaar middels pagina grote portretten in de krant en video's online publiceerde. Mensen op leeftijd met een bijzonder talent. Een talent dat meestal alleen binnenskamers te zien is, maar door de serie Oude Meesters aan heel de wereld vertoond werden. Van de meer dan 250 aanmeldingen werden uiteindelijk 15 oude meesters geportretteerd. Uit meer dan 1000 online stemmers werd de 70-jarige balletdanseres Dini van den Eertweg verkozen tot de oude meester van 2016. Mijn immuun gaat nog allemaal heel erg goed. Dat is gewoon, mijn lichaam is nog erg goed. En dat is wel heel prettig hoor. De tweede plek was voor de 91-jarige beeldhouwster Betty van Rooij. Zij maakte ook het bronzen beeldje van het logo van de serie Oude Meesters, dat bestemd was voor de winnares. De 85-jarige Age Visser werd derde in de verkiezing. Zijn woning in Vught is van boven tot beneden gevuld met zijn eigen houtsnijwerken. En mijn vrouw die droeg vaak lange broeken. En die heb ik dus. Volgend jaar gaat de zoektocht naar de oude meester van 2017 van start. Hoe lang blijft u nog doorgaan? Zolang het gaat, ja. En zolang vooral lichaam, nou ja, en als die Alzheimer heel zo langzaam gaat als nu, dan kan ik nog heel wat jaartjes vooruit.